De politie heeft aan het begin van de middag twee mannen aangehouden die betrokken waren bij een achtervolging op de A4. Drie auto's reden achter elkaar aan de stad in en dat eindigde in een aanrijding op de Stadionkade. Daarna gingen ze weer achter elkaar aan. De politie wist de auto's klem te rijden aan het eind van de Amstelveense weg bij de Overtoomse sluis. In een van de voertuigen vond de politie een aantal kilo's wiet. Een van de verdachten heeft vermoedelijk een vuurwapen in het water gegooid. Duikers zijn op zoek geweest, maar voor zover duidelijk is er niets gevonden.